een beetje zwaar hoofd in. Dan moet jullie denk ik, we gaan wat gericht krijgen. Maar ik vind, jullie hebben het heel goed gedaan. Je hebt goed gepresteerd. En je hebt, het veld heb ik ook gezien dat jullie ervoor gingen. De regeltjes, gedragregeltjes hebben jullie ook redelijk goed. Heb ik goed nagelopen op één dingetje na. En dat vind ik, als de geblesseerd zijn, zo tijd afschrijven. Dat ging dan wel eens mis. Het ging een sms'je naar Hals. En Hals die zegt ineens, oh ja. Terwijl je s'avonds meer dan 2 uur, die komt ook niet. Nou, daar ben je lekker op tijd mee. Dus. Met Maarten ging het helemaal een keertje mis. Andere mensen ook. Maar goed, die straf. Die straf heb je ondergaan. Maar ik ben tevreden zoals het gegaan is, dus ik plak er nog een jaar geleden aan. Kijk. Ja, dat dat voor een blieb, nou, was het gehoord dat je heel de nacht nu voor speech niet te schrijven. Ja, oh, hij was dat. Nou, ik en speech, jongens, het was gezellig. Pak jij nog een biertje? Pak jij nog een biertje? Nou, Rob, ja, Rob. Ja, Rob. Ja, niveau was niet echt heuk voor jullie. Dus ik denk dat we volgend jaar met de eerste wedstrijd moeten beginnen tegen Sef Geiten. Ja, dat is wel een goede wedstrijd. Zo'n goede wedstrijd. Goed voor vertrouwen. Ja, jongens, bier. Oh jongens, we hebben ook nog de topscorers. Had je dat niet in één keer kunnen doen? Ja, ja. Dat was even ineens te winnen, maar dat is toch een hele verrassende geworden. Ik. En ik zal met nummertje 4 beginnen. Dat is Jerry. Die heeft een 7 ingestoken. Ik was het. Nummertje 3 was Roger. Ja, maar het is toch een paar keer flink geblesseerd geweest. Ik denk niet. Dat is wel hoog. Hoeveel had ik er nog? 9. Hoe is nummertje 2. En 20. Is Danny geworden. Welke Danny? Nummer 7 is ook een Danny, hoor. Danny van de Ende. Ja, ja. Ja, daar komt hij. Nummer 1. Paparapapapa. Oh, dat was een Danny. Paparapapapa. Ja, speech. Nou, we geven het langs. 35 doelpunten. En hij is een elftje van het seizoen. Klunt van het seizoen. Ja. Stefan de Poel. Ik ben closer. Hij is Steven. Dat is zo makkelijk praten als hij in de is. Ik ben 2 geworden. Wat een lekker gek race. Ja. Oh ja, ja, ja. Ik ben ook nog. Jij hebt ook geluisterd. Ik ben altijd voorzak van heel erg. Vijf. Ik denk dat iedereen zo onze prijs hier heeft. Ik voor meer smerig over het ja, dat denk ik wel. Hij heeft voor de meeste ballen in zijn zak. Die heeft geld gegeven. En op zijn eerste bokjes. Heeft hij 3 prijzen, gek die clown. Tim voor de trouwste supporter. Speech! Hij heeft eigenlijk 4. De meest lelijke persoon van het team ook nog. Allemaal hebben een warme bok. Ja, dat is wel. Ja. Dank u wel, jongens. Het is een eer. Heb je ook een prijs? Ik zal volgend jaar weer met zwaar genoegen, met veel genoegen dragen. Oké. Nou, dan gaan we ook zorgen voor. We moeten er niet te veel bij komen. Jij wou wel vaker gaan kijken. Dan doen we 2 is Danny.